Ik zat hier iedere keer te... Als ik geen verhalen meer had, zat ik te wachten. Belde ik naar Stefan om te weten... Stefan, komt er niet nog een verhaal? Ik ben in vorm, ik wil doortekenen, ik wil voortekenen. Zo heftig was het. Het is ook mooi dat het verhaal van Twan, die uit het concentratiekamp terugkeert en sterft op het station. Hè, net voor zijn ouders hem naar huis kunnen brengen. Op Siemijn loopt sinds zaterdag het eerste deel van het project Vertel Genk, Vertel. Kunstenaar Koenraad Tinel en schrijver Stefan Brijs verzamelden met de cultuurdienst van Genk tientallen bijzondere verhalen van Genkenaars uit alle lagen van de bevolking. Vandaag werd ik door mensen van de stad Genk benaderd en ze wilden verhalen verzamelen van Genkenaren. Maar niet zozeer levensverhalen, maar echt verhalen uit het leven. Dus krachtige verhalen, sterke verhalen, verhalen waarvan je weet, die worden mondeling doorverteld, maar nooit heeft iemand ze opgeschreven. En dat was het eerste doel dat we hadden. Ze verzamelen en dan zien wat kunnen we ermee doen. Uit een 50-tal verhalen werden er 15 geselecteerd die door Brijs en een aantal studenten van de Genkse Academie werden herwerkt tot één tekst, die later in boekvorm verschijnt. Beeldend kunstenaar Tinel zorgde voor tekeningen bij de verhalen. Maar het is zo mooi, mensen die echt een ziel blootleggen in zo'n verhaal, hè, en daar mogen voor tekenen, dat is gewoon een plezier. Dat is voor mij, dat is snoep voor mij. Ik vind dat zo plezant van dat te kunnen in beeld brengen, zo'n verhaal. En ik heb dat verschrikkelijk graag gedaan. Ook een stukje uit het verleden, een zeer bijzonder verhaal over de moordenaar en de monnik. Dus ja, we vonden dat zeker met de sluiting van Fort erbij betrokken moest worden. En mijn vader heeft 35 jaar op de Fort gewerkt. Dus daar heb ik dan een verhaaltje bij geschreven. En daar heeft Koen zeer sprekende tekeningen bij gemaakt. Hè. Dat, weet je dat ik dat gemaakt heb, dat geschreven? Door met mijn linkerhand te schrijven. En hier was voor het eerst dat ik zelf de ervaring had die de vertellers hadden van een verhaal wat ik zelf verzonnen heb, wat dan ineens door Koen werd geïllustreerd. Dus dat is wat de oorspronkelijk vertellers ook allemaal hadden. Ineens kwamen die tekeningen bij een verhaal wat ze al soms 40, 50, 60 jaar meedragen. Hè. Dat is ook een hedendaags verhaal over een Mariabeeld dat gestolen wordt en dat nu nog steeds in Waterschei staat, dat uiteindelijk is teruggekeerd. En ook dan gingen we achteraf, en dat was ook het mooie van dit project, ging dus die cursus die het verhaal gemaakt had, terug met dat verhaal en de tekeningen naar de verteller die het oorspronkelijk had verteld. En ik kan je verzekeren, er waren veel vertellers zeer ontroerd door een combinatie van woord en het beeld van Koenraad. De tentoonstelling loopt nog tot 2 april en is het eerste luik van wat je een sociaal-artistiek beeldverhalenproject kan noemen. We hebben ook nog een vertelvoorstelling die samen met degenen die hun verhaal verteld hebben, die het geschreven hebben, dat wordt op het toneel gebracht in een vertelvoorstelling. En dan ook komt er een prachtig boek dat verhalen en tekeningen zal bundelen. De voorstelling is op 30 maart in dit op Siemijn Cultuurcentrum. En dan willen we ook het boek tonen. We hebben daar 3-4 maanden hard aan gewerkt. En het resultaat, ik ben echt trots op het resultaat hoor. Het is zo'n keur aan verhalen, zo'n breed palet. We vatten eigenlijk Genk en die verhalen samen de voorbije eeuw. Het begint in 1914, het eindigt nu. En alle culturen komen allemaal aan bod. En het zijn spannende verhalen, ontroerende verhalen, tragische verhalen. En dat was het boeiende uiteindelijk in het hele project. Wat heeft het opgeleverd? En het heeft zeer veel mooie dingen opgeleverd.